Hallo iedereen, welkom bij de nieuwe Cocktail Hour Talks op ons YouTube kanaal. Vandaag gaan we een limoncello gin maken, non-alcohol denk ik. Ja, de limoncello is alcohol, maar de gin is geen alcohol. Eigenlijk was het de bedoeling om een limoncello met hoe noemt dat, Schweppes, zo tonic te maken, een limoncello tonic wat we maken, dat is een tonicello, maar dat hebben we spijtig genoeg niet in huis. Ik dacht dat we nog Schweppes hadden, ik heb me vergist. Helaas. Dus nu gaan we gewoon de 0% gin van Clover Gin mixen met de limoncello van Gio's. Je kunt overal wel limoncello kopen, maar deze is van de Gio's in geel. En dan hebben we twee glazen, ook van Clover Gin trouwens, dat is super mooi. En twee rietjes en we hebben ijs. Dus het gaat echt een simpele cocktail worden. Maar dat mag ook eens, hè. Simpel maar lekker. Let's do it, hè. Inderdaad, simpel maar lekker. First off, we add the ice. Genoeg ice in every bekertje. Hier krijg je er vier. Vier? Okay. Ja. Plus vier ijsblokken. Per. Oké, okay, dan de Tony. Ja, de limoncello bedoel ik. Ik ga dat schudden, ik weet niet als dat moet, maar. Is dat de helft? Verlakkes. Maar we komen er wel voor. Dat is dakkes, ja. Dat is echt. Ook al heb je niet veel in huis, kunt altijd wel van iets een cocktail maken. En nu deze gin. Zo of nog? Zullen we nog wat doen? Ja. Want het is toch non-alcohol. Zo? Ja, nog. Ja, zoiets, ja. Maar hij is op. Ja, dat is goed, hè. Ja, ik maak hem op dan, hè. Maak hem maar op, ja. Voilà. Kom mee, hij is op. Als dat alcohol was, dan. Dan zouden we het voelen, zal hè. Dan had het een stevige boy geweest, hè, zeg ik. Kijk. Alrighty. Oké, de camera viel af tijdens ons cocktail maken. Maar dat doen we pas daarna door, dus dat kunnen we moeilijk overdoen. Maar het meeste staat wel nog op beeld, dus. Ik ben benieuwd. Schalkjes. Ja, niet slecht, maar er is geen prik, hè. Niet slecht, nee, maar er zit geen prik meer in, hè. Maar ja, dat is logisch, want ja, op limoncello staat geen prik in. Dus als dit met Schweppes was, een klein beetje limoncello en dan Schweppes, dan denk ik wel dat het lekker is. Ja. En dan nog een takje munt of zo. Een takje munt of zo. Wow. Munt. Wow. Dus, we gaan vandaag vragen beantwoorden voor de Cocktail Hour Talks. Het waren er heel veel. Dus ik heb er ook opgeslagen voor volgende maand, voor maart. En dan hetzelfde. Een paar voor nu. Dat we kinderen willen. De meest gestelde vraag. Hoeveel kinderen dat we willen? Wanneer dat we gaan trouwen? Kinderen? Nee, wanneer dat trouwen we gaan trouwen? Vragen ze niet. Nee? Nee, echt. Wanneer beginnen jullie aan kinderen? Hoeveel kinderen willen jullie? Wanneer jullie kinderen maken? Zijn jullie al bezig aan kinderen? Wanneer komen er kinderen? Kinderen. Altijd bij alles in mijn Q&A. Ook die volgende week komt er een Q&A. Get ready van, with me, met mij. En dat is ook de vraag. Ja, ja. Die het ja. meest gesteld wordt. Maar ja, we willen kinderen! En wanneer, dat weten we niet. Dat is al wanneer dat komt. Dit is wel een leuke. Willen jullie nog meer huisdieren? Ik wil dan wel een kanarie. Een kanarie? Dat kan niet zo rondvliegen. En de katten eten die op. We hebben wel al nieuwe huisdieren. Kijk daar van boven, die spin daar bijvoorbeeld. Waar? Daar in de hoek. Ah ja, oh. Schattig. De spin. Klein spinnetje. Ja.
Ik zou wel nog een derde kat willen, maar ik denk Niels niet. En mijn mama vermoordt mij ook als ik nog een derde kat zou nemen. Ik weet niet waarom, maar mijn mama is daar ook heel erg tegen. Dus... Wat tegen? Ik ben er niet tegen, maar we hebben er al twee. En wie weet... Maar hoe flink zijn die? Ja, maar wie weet... Werkt dat niet goed, hè, tussen hun? En ja. Dan die nieuwe kat, en dan hebben we al problemen. En dan zitten we daarmee, want wat moeten we ermee doen dan? Ik moet moeilijk naar het asiel brengen, hè. Nee, maar ze hebben wel met drie gezeten en dat ging perfect. Ja, maar ja, die kennen ze wel een beetje, hè, Sheldon. Ja, Milky kende die. Ja, en dan zijn die apart geweest en dan is Milky met Muffin gekomen en dan zijn die samen gegaan. Maar nee dus, momenteel niet. Heb je van kinds af aan geleerd om gezond te zijn en te sporten? Of had je dat ineens beslist? Vond ik ergens een rare vraag, want ik sport niet. Alleen momenteel niet meer, zeker niet. Ja, ik heb even wel wat gefitnessd, maar nu 3 of 4 maanden doe ik toch echt al wel niks meer. Jij sport nu terug, gefitnessd. En gezond eten, ja. Zo gezond eten we niet. We eten gewoon afwisselend en heel gevarieerd, denk ik. We eten ook McDonald's en zo. Mm-hmm. Maar ik ben wel thuis bij mijn ouders wel altijd opgegroeid met water drinken. Wij dronken nooit frisdrank thuis. Nooit. In het weekend wel eens een cola of zo. En voor de rest, we hadden nooit frisdrank. Dat is echt pas gekomen toen ik echt zo wel alleen ben gaan wonen, dat ik wel eens frisdrank heb gedronken. Nou, wij dronken altijd water gewoon. En ja, gewoon maaltijden met aardappeltjes, groentjes, vlees of een pastakken of rijst. We aten wel goed. Wij waren thuis ook nooit het gezin die naar de frituur gingen. Dat heb ik ook nooit gedaan. En dan ben ik alleen gaan wonen en dan ben ik dat zo wat beginnen doen. En nu doen mijn ouders dat wel vaker. Mm-hmm. En vroeger nooit. De enige keer wanneer we naar de frituur gingen was als we terugkwamen van Amerika. We waren 2 weken in Amerika geweest en dan gingen we 's middags in de frituur eten halen als we terugkwamen. En voor de rest nooit gingen we naar de frituur. Mijn mama maakt ook altijd zelf frietjes of zo dan als we frietjes aten. Dus ik ben wel gezond opgevoed, denk ik. Ja, alleen ja, gezond gewoon. We aten ook wel eens een pizza of zo, hè? Dat wel. Of eens kebab, dat aten we thuis wel, maar ik weet niet hoe dat bij was. Ja, maar je koken ze gewoon liever zelf. Ja, mijn ouders koken heel veel. Dat is niet gezond, hè? Maar dat is gewoon... Het is niet altijd gezond, hè? Maar het is gewoon ja, koken nee. Liever zelf. Natuurlijk, bepaalde dat is de samenvatting. Of zo zijn niet gezond, maar... Ja, maar ja, we dronken ook nooit frisdrank of zo. Dat was echt uitzonderlijk. Als er eens een familiefeestje was of een verjaardag of zo, dat we niet dronken. Maar dat nooit in huis. En ja, sporten. Ik heb wel als kind altijd bij de scouts gezeten, ballet gedaan en zwemmen heb ik ook gedaan. Want... Ja, ik heb een klein zwaar gevoetbald, hè. Redelijk lang en dan ben ik even gestopt en dan terug begonnen. Maar ja, ik heb er eigenlijk nooit niet op gelet. Nee, ik was eigenlijk vroeger toen ik klein was altijd een dikke. Ja, dat is. Ik heb foto's gezien. Altijd een dikke en dan ik denk tot mijn vanaf mijn 16 denk ik dat ik zo wat meer begon te zien naar mezelf. En toen ja, toen is dat eigenlijk in dat extreme gegaan. Hè. Toen was ik heel hard aan het diëten en elke dag ging ik trainen, 6 op 7. En ja. Ja, en toen heb je echt zo fitness gedaan, zo echt ja. Hardcore ja. Bodybuilding. Hè? En toen ben ik daarmee gestopt, omdat dat altijd hetzelfde was. En dan ben ik beginnen crossfitten, dat was beter eigenlijk, omdat dat zo in teamverband was. Vond ik eigenlijk leuker. Hij deed crossfit, hè? Dat 60% van de mensen tegenwoordig crossfit doen. Ja, dat is 60% heel bedrijven. Maar Celine maakt er altijd een grapje over. Wel, onderbreek mij eens niet, denk ik. Maar oké, ja, ga verder. Allee, ga verder. Ja, en dan crossfit gedaan hè, en dan heel mager geworden eigenlijk, van te extreem te doen weer al en dan daarop mee gestopt. En dan hier zijn we nu 10 kilo zwaarder. Veel beter. Op 2 jaar. Veel beter.
Maar ja, als je die foto's ziet van als je zo'n mager was, nee. Maar ja, maar jij drank wel. Ai. Ja, jij bent ook voor een groot deel door je moeken opgegroeid, dus daar gok ik ook dat je... Ja, dat bedoel ik. Maar dan gok ik ook dat je echt wel alles mocht, zo van mama's en oma's en moekes en al. Ja, dus cola en zo, dat zou je wel allemaal gedaan. En mignonet chocolaatjes, daarvan kook met chocolade. Ja, dat hebben wij ook nooit gedaan thuis. We aten eigenlijk nooit snoep of koekjes of zo. Alleen op school, maar thuis echt niet. Eigenlijk. We hadden zo een lokale winkeltje. Toen was dat nog zo'n klein winkeltje. Ja. Zo. Bij Christel noemde dat. En mijn boeken die ging daar altijd charcuterie zo halen. Ja. Maar dan, ik toen ik klein was, dan ging dat met mijn skateboard of met mijn step, dan ging dat Christel snoepjes kopen. En dan zei ik altijd van ja, zet dat maar op de rekening van Moeken. Snap je dat hij dan de volgende dag charcuterie kwam halen? Dan was hij, Niels heeft gisteren nog snoepjes gekocht, dat is nog eens zo veel. Die Moeken heeft echt wel gezien. Fuck haar. Maar we hadden wel een snoepkast ook thuis. En nu? Eet mijn mama veel meer chocolade dan vroeger. Ofwel deed hij dat stiekem, zodat ik en mijn zus dat niet zagen. Zou dat misschien geweest? Ja. Maar dus ja, we zijn redelijk gezond opgegroeid en gesport. Ik meer als u, maar ja. Stel dat je zwanger bent, willen jullie dan verhuizen of nog wat verder huren? Niet verhuizen. Nee, het beste scenario zou zijn dat onze eigenaars dat hier ooit willen verkopen aan ons. Hè. We wonen hier allebei graag. Dat is hier een goed huis, een groot huis eigenlijk ook. En het mooi, is, nieuw. Het is dus, eigenlijk eigendom van een bedrijf, of hoe moet je dat zeggen? Ja, niet. Ja, eigenlijk wel. Wat is er tussen mijn teen trouwens? Kattenbakvelling. Ik voel zoiets tussen mijn teen. Er zit een steentje van de kattenbak tussen. Eeuw, oké. Maar dus, ja, ik denk dat we sowieso nog wel even verder huren, zeker 3 jaar of zo, dan. Of 2 of... 3 vind ik te lang, hè? Ja. Maar ik denk wel dat ons eerste kind hier zal zijn. Wie? Ja. Allee, niet hier zal geboren worden in dit huis, want ik wil wel aan een ziekenhuis bevallen, maar... Het eerste kind wel hier zijn eerste levensjaar zal doorbrengen en hopelijk als we dat kunnen kopen blijven doorbrengen. Mm-hmm. Hoe gaat Niels om met je angsten? Ja, en dat meisje zei ook dat ze daarom best schrik heeft om een nieuwe relatie te beginnen. Ze is vrijgezel, maar omdat ze die angsten heeft. Voor die angsten? Of nee. Mij stoort dat eigenlijk niet. Angsten, ja, ik kan er toch goed mee om, denk ik. Ja, ja. Ik zie niet waarom dat een probleem zou moeten zijn. Ja. Oké, dat sommige dingen, ja, dat, bijvoorbeeld dat van de winkel, ja, dat jij dan soms niet alleen in een nieuwe winkel durft gaan winkelen. Maar dan heb ik toch ook zelf gezegd van, ja, geen probleem, dan gaan we samen dat als je die winkel gewend bent. Ja. En vanaf dan kun jij dat volgens mij wel alleen. Dus ja, ja. Dat is een beetje helpen, hè. Allee, ja. Dus dat, ik denk... Niet dat Niels dat 100% begrijpt, maar ik denk dat niemand dat begrijpt die dat zelf niet heeft. Maar je steunt mij daar wel in. Als jij weet bijvoorbeeld dat ik niet graag naar de Lidl hier ga, omdat ik daar nog niet veel ben geweest. En dat nu is voor mij en dat ik... Oei, putje. Oei. Milk. Ja, hij heeft het weer hè, met zijn nieselgarm. Maar dan stelt Niels voor om eens met mij mee te gaan bijvoorbeeld. En dan gaan we een paar keren samen, zodat ik die winkel even beter leer kennen. En dan is dat oké. En ook als ik eens een slechte dag heb met mijn angsten en ik wil iets niet doen of zo, dan ja, accepteert je dat gewoon. Je wordt nooit kwaad daarvoor of zo. Of je zegt ook hoe gaat het en hoe voelt je en je praat daarover met mij. Dus ja, ik denk niet dat je daardoor moet laten tegenhouden. Moet ik heb dat ook best dat snel gezegd. Een beetje begrijpt, hè? Ja. Doe dat daar zijn eigen mee kan leven. Als je iemand graag ziet, dan begrijp je dat wel. Dus dat. Denk ik heb dat ook best snel in het begin van een relatie gezegd tegen u. Ja, maar ja, ik weet zelf ook wel dat er zoveel meer mensen zijn die dat hebben.
dan dat ze eigenlijk zelf weten, zelfs denk ik. Mm-hmm. Er zijn er echt massa's mensen dat er last van hebben, hè? Terwijl iedereen denkt dat dat iets speciaals is precies, maar dat is eigenlijk niet, allee, abnormaal bedoel ik, dat is eigenlijk niet abnormaal, hè? Nee, er zijn genoeg mensen die mentale problemen hebben en angsten hebben en zo, hè. Dus ik vind ook niet dat je daarvoor moet schamen. En ja, mij hielp dat, ik heb dat echt de eerste date tegen u gezegd, dat weet ik nog. Ja. Heb ik dat verteld en dan voelde ik mij ook direct meer op mijn gemak, omdat hij dat wist en hij daar wel oké mee was. En ja, ik stel me ook altijd gerust en zo. Dus eerst gaat er goed mee om. Hoe was jullie eerste keer seks samen? Onhandig of ging het spontaan vanzelf? Goh. Een beetje van de twee. Van de twee eigenlijk, ja. Ja. Ja, het ging wel spontaan vanzelf. Maar... maar het was toch een beetje onhandig. Toch, ja. Maar ik denk dat dat logisch is. Want dat is de eerste keer met een nieuwe persoon. Je weet niet wat, wat de andere persoon leuk vindt. En... allee, zo qua posities of zo, oké, missionaris, standaard, maar ja, je hebt toch zo'n iets van, hoe gaan we dat hier doen of zo, snap je? Bij ons was ook niet missionaris, weet ik nog. Maar ja, het ging vanzelf, het moment kwam er vanzelf, dat kwam gewoon eigenlijk, hè. En het was het juiste moment zo, het voelde ook goed. Maar ja, natuurlijk, die eerste keer is dan nog echt wel aftasten. Maar ja, hoeveel te langer je samen bent, hoeveel te meer je daarover praat, hoeveel te meer seks je hebt, hoeveel te meer je dat allemaal ontdekt, hè. Mm-hmm. Dus. Dat is waar. Als jullie Euromillions zouden winnen, wat zouden jullie dan doen? Onze huisbaas bellen voor ons huis te kopen. Mm-hmm. Goed, hè? Heel goed. Ja. Mijn gym boven volledig inrichten. Hij is into the fitness, alle mannetjes. Hij is een echte fit boy aan het worden, hè? Wat de fuck, ik spiet het onder een ademhuis. Oh, wat dan? Dat is Ai. Een nieuwe auto kopen en investeren en aan mijn ouders geven. En in wat investeren? In wat vastgoed. In dat ik elke maand huur krijg van verhuurde appartementen. Okay. Dat als ik ooit dat geld allemaal zou opratsen, dat ik nog altijd die inkomsten heb. Oké. Snap je? Mm-hmm. Oké, en als ik de... Maar jij moet toch de andere helft nog pakken. Voilà, dan zeg ik hier alles op. Dan ga ik naar Amerika, koop ik een heel chic huis daar op het strand en ga ik daar wonen. Met een chique auto. Niels blijft hier. Nee, tot als ik u nog eens tegenkom dan, hè. Ciao. Ik dacht altijd als we heel veel geld hadden dat we naar het buitenland zouden verhuizen. Waarom? Ja, oké, ja. Ik wil aan het strand wonen. Elke dag zon, zalig. Ja, jij zou iedereen achterlaten. Iedereen, al uw vrienden, al uw familie. Mijn vrienden, ja, ik zal je wel eens zien, hè. Ik kom wel naar België zoveel keer in het jaar. En mijn ouders en uw ouders gaan wel mee. Mijn ouders zijn binnen 2 jaar op pensioen. Alleen mijn mama toch, leerkracht. En dan komen die ook allemaal. Ja, ja, ik zal ook wel eens meekomen dan op bezoek, maar... Oké, we zijn er dus niet over uit wat we zouden doen als we de Euromillions wonnen. Ik zou het eigenlijk niet weten wat ik zou doen. Een huis in Amerika op het strand. Ja, een vakantiehuis dan. In Tampa, oh ja. Of ja, daar een vakantiehuis kopen en dan hier, dat we altijd naar daar kunnen. Voilà. Dat vind ik ook een goede deal. Dat is beter, hè. En een eigen parkeerplaats op 's avond, hè. Dat we dan altijd met het vliegtuig direct naar daar kunnen. Dat we niet zitten te kloppen. Ik vlieg met... niet graag van z'avond. Van Amsterdam dan, hè. Nog minder, nee. Ook niet. Charleroi? Nee.
Ja, dan blijven we maar thuis. Hè. Wat heb je dan nog? Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. Daar vlieg ik het liefst als een Schweinenberg daar. Die Schweinbergen. Allee, ja, doe maar dat. Oké, iemand vraagt. Hoe omgaan met vriendinnen die geen interesse tonen in je zwangerschap? Dus ik gok dat dat meisje zwanger is, omdat de vriendinnen dat niet... Allee, geen interesse in tonen. Gewoon het algemeen. Ja, sorry, maar zijn er dan goede vriendinnen? Ik weet niet. Ofwel is er misschien een leeftijdsverschil of zo, dan zou ik erin kunnen komen als jij op, allee, als jij misschien meer eind de 20 bent of zo en je vriendinnen nog jonger, 20 of zo, en dat die zoiets daar zo nog niet mee bezig zijn, dan snap ik het. Of zit je gewoon allemaal nog in een leeftijdscategorie, iets jonger. En dat jij zwanger bent en je vriendinnen daar totaal niet mee bezig zijn, dan kan ik er misschien ergens nog wel in komen. Maar ik heb wel iets van als ik zwanger ben en mijn vriendinnen tonen geen interesse of gaan eens niet af en toe aan mij vragen hoe het is of zo, dat zou ik heel erg vinden. Ja, dat zou ik toch ook wel erg vinden. Ik zou dat echt wel oprecht erg vinden. En je moet me niet elke dag een bericht sturen, hoe is het? Voor alle vriendinnen die kijken. En je hoeft niet elke week dat te sturen, maar zo af en toe is van toch eens één keer in de maand informeren. Ja, dat is gelijk dat ze zegt, je zou wel eens wat interesse mogen tonen. Ja, dat vind ik wel, want dat is wel iets heel belangrijk in iemand zijn leven. Ongeacht de leeftijd, eigenlijk. Ja, dat ik, ik ben er ook anders in misschien. Ik ben een beetje cru in, hè, als dat bij mij. Als ik dat voor heb, ja, dan noem ik dat niet echt geen echte vrienden. Ja, zijn bij maar mij. Maar ja, allee, dat is uw eigen. Maar hetzelfde bij mij. Wij zijn andere mensen dan die persoon, hè, maar. Ja, als iemand geen interesse toont in mijn zwangerschap, dan. Van mijn vriendinnen of vrienden, ja, dan zou ik ook wel eens even nadenken hoeveel die vriendschap dan wel waard is. Voilà. Want. Ik weet niet. Ja, misschien is er een onderliggend probleem of zo. Maar dan nog, dat gaat. Waar? Een onderliggend? Dat snap ik niet. Ja, misschien hebben die vriendinnen misschien problemen van hun eigen. Ah, zo. Of heb je een vriendin die niet zwanger kan geraken of weet ik veel wat? Ja. Dat kan allemaal, hè? Dat kan. Elke persoon is anders. Ja, dat vind ik ook wel. Ik vind, dan mag je nog wel interesse tonen. Ik snap dat het leven voor iedereen anders is, maar toch, ik gun ook altijd iedereen alles, maar zo zijn wij wel. We gunnen iedereen die we lief hebben echt alles en we zouden er alles voor over hebben. En... Maar dan verwacht ik ook dat ze mij ook alles gunnen. Allee, ons alles gunnen, snap je? Ja, natuurlijk. Dat verwacht ik ook van mijn vrienden, hè. Nou, voilà, maar dat kan zijn, hè. Dat wij iedereen alles gunnen, maar hun ons niet, snap je? Dan is dat ook niet correct, hè. Ja, nee. Dat is waar. Ja. Ja, dat is moeilijk. Maar ik vind gewoon, als uw vriendinnen daar geen interesse in tonen, ik zou dat persoonlijk erg vinden. En ik zou daar eerst misschien wel eens over praten. En eens zeggen van, kijk... Ik vind het soms spijtig dat jullie niet super veel interesse tonen in mijn zwangerschap, want voor mij is dit een heel belangrijke stap in mijn leven, een heel belangrijke gebeurtenis. Of eens vragen aan uw vriendinnen van, is er een reden waarom je geen interesse toont of zo? En er kan gerust een reden zijn, maar voor mij, ik heb zoiets van, je gunt uw echte vriendinnen, je gunt je echt alles. En... Al zou ik door een meest shit time gaan ooit en niet kunnen zwanger worden of weet ik veel wat mijn hart zou breken, dan zou ik nog mijn vriendinnen al het geluk van de wereld toewensen en heel blij zijn als die wel kindjes zouden kunnen krijgen. Sowieso. Klopt, ja. Want het is niet iedereen gegeven en hoe erg dat ook is, maar ik zou sowieso heel blij zijn voor mijn vriendinnen. Dat is gewoon zo leuk en ik gun iedereen dat gewoon. Dus iets moois, dus een heel mooie gebeurtenis in het leven. Dus als uw vriendinnen dat niet interesseren, dan zou ik misschien eerst praten en als
Zou dat nog zo zijn, dan zou ik misschien toch wel eens nadenken. Maar dat is persoonlijk. Toch wat filteren in de vriendinnen dan. Ja, inderdaad. Zoiets heb ik ook van... Ik leef maar één keer en de vriendschappen die je hebt, moeten toch ook wel echt en oprecht zijn. Mm-hmm. En niet iedereen is anders, hè. Ik heb ook... niet iedereen is hetzelfde, bedoel ik. Iedereen is anders, wat? Mag ik niet blijven praten? Ja, geratel. Ja, ja, en dan ik ga nog verder ratelen. Ik weet nu al van bepaalde vriendinnen, als ik ooit zwanger zou zijn, hoe die zouden reageren. Allee, ik weet ook, ik heb vriendinnen die veel uitbundiger zouden reageren of veel blijer zouden zijn dan andere vriendinnen. Maar niet iedereen is hetzelfde, iedereen is anders. Maar zolang iedereen op zijn eigen manier interesse toont, vind ik dat dat goed is. Toch mooi gezegd, hè? Mooi geraden. Heel mooi, maar ik weet al niet meer wat dat in het begin gezegd is. Kijk, maar de mensen die deze video kijken, die kunnen dus terugspoelen naar het begin. Dat is het makkelijke aan deze video's. Ik praat nu eenmaal graag, dus. Dat is al de tweede keer deze week dat je tegen mij zegt dat ik moet stoppen met ratelen. En zo het begint, hè? We zijn een jaar en een half samen, hè? Zo gaat het zo. Oh, jongen. Nee, dat is niet waar, maar je zegt dat ik ratel. Je weet ook dat ik zo ben. Nou ja, maar als de subject... Als hoe moet ik dat zeggen? Als de... Als het gezegd is, is het gezegd. Voilà. Maar als ik graag nog extra wil zeggen... Nou bedoel ik, dus je zegt het dan. En... En... Ik ben zo, hè. En I love you, hè. Ah, raad dat geen allemaal zo zeg. Ben ik gewoon. Je moet me zo nemen, hè. Ik neem u zo. Dan is het goed, zo, hè. Zoals ze is, Milky. Ons mama. Milky, u nemen we ook zoals je zijt. Geschoren met plekjes. En u ook, muffin. En u ook, muffin. Met uw handen. Lekker chubby. Oh, ja. Oké, onze cocktails zijn bijna op. Mijn is eigenlijk water. Mijn ook. Om eerlijk te zijn, zo lekker was het nu toch niet. Beter met tonic. Ja, ik denk als er prik in zat, was het wel lekker. Ja, limoncello was lekker, hè? Maar dan ja, met die gin is niet zo'n goede combo. Ja, bij die gin moet trouwens ook tonic, hè? Ja. Dus ja. Het was mijn bedoeling om Schweppes of tonic mee te brengen, maar hij vond ik al bij. Sorry, hè. I only had one job. Dit was het vandaag voor de Cocktail Hour Talks. Hopelijk heb ik niet te veel gerateld. En vonden jullie mijn geratel wel leuk? Laat het me zeker weten in de comments of jullie mijn geratel leuk vonden. Zodat ik, als deze video online is, alle comments aan Niels kan laten lezen hoe leuk jullie mijn geratel vinden. Niels, ongelijk! De mannen mogen ook reageren, hè, van onder. Niet alleen de vrouwen, hè. Er kijkt geen man. Dat is wel die vriendje dat mee moeten kijken van uw vriendin. Ja, dat is waar. Hij ook tegen alle mannen. Nou, oké. Okay. We gaan hier deze Cocktail Hour Talks afsluiten. Het is de laatste video voor februari. En dan zie ik jullie maandag 1 maart. De dag erna word ik 30. En ja, tot snel, iedereen. Dank je om te kijken.